Mooi, nog 1 minuutje. Veel beleefde lentekijkers weten het niet eens. Maar er is ook een speciale website voor scholieren. Beleefde Lente Junior. Meer dan 500 leraren in heel Nederland maken gebruik van deze site om les te geven over natuur aan de hand van vogels. Zoals hier in Leeuwarden. Zullen we eens even gaan kijken op de webcam? Ja? De klas heeft wekenlang les gekregen over de ooievaar. Ze hebben erover getekend, geschreven en geknutseld. Maar er is natuurlijk vooral veel gekeken naar de webcams. Het lespakket heeft indruk gemaakt op de kinderen. Heel leuk. Leuk. En ze hebben hun eigen manier om alles te onthouden. Dat ze een soort van zweefvliegtuigen zijn. Ze zijn paraplu's voor de jonkies als het regent. Niet alles is even fleurig. Moeder ooievaar maakt 2 van haar jongen dood en eet er zelfs eentje op. Dat haalt het landelijke nieuws en de hele klas leeft mee. Hier was er eentje dood gegaan. Omdat eentje veel klein, veel zwakker was dan de andere. Wat vond je ervan dat die dood is gegaan? Zielig. Nou, een beetje zielig. Juf Marianne staat voor een dilemma. Moet ze de beelden wel laten zien of toch niet? De beelden laat ze niet zien in de klas. Maar thuis, onder de begeleiding van hun ouders, mogen sommige kinderen toch kijken wat er is gebeurd. Ja, dat is een afweging die je maakt als lerares. Het is de natuur. En het is natuurlijk anders als in de mensenwereld. Dat is ook goed voor de kinderen om te ervaren. Maar voor sommige kinderen was dit een beetje te heftig. Gelukkig staat er vandaag iets heel leuks op het programma. Een reis naar een ooievaarstation vlak in de buurt. Yeah! Keken ze vanochtend nog naar ooievaars op een beeldscherm. Nu staan de kinderen ineens oog in oog met de imposante vogel. Cool. Cool. Heel erg cool. Super cool. Oh, kom maar. Kom maar. Dit voegt iets toe. Hele klas hebben de basis gelegd en hebben de kinderen enthousiast gemaakt. En zijn de kinderen ermee bezig geweest. En dit is eigenlijk het leuke toetje. Volgend jaar doen deze kinderen weer mee. Maar dan krijgen ze les over een andere vogel bij Beleefde Lente.